was de Sparkle, hè, dus de bekroning van verschillende vrouwen die dat in het damesvoetbal dus een of ander prijs hebben gehaald. De beste doelvrouw en de beste carrière doelschutter. Was een prachtig evenement. Het is iets speciaals, hè? Het vrouwenvoetbal zit zeker in de lift in België, in Vlaanderen vooral. Nu, wij hebben als bond, moet ik wel zeggen, ingezet op het vrouwenvoetbal. Voor ons is dat zeer belangrijk. En ik denk dat je in feite drie niveaus kunt onderscheiden. Het eerste zijn de amateurs en de meisjes. En wij willen inderdaad zoveel mogelijk meisjes aan het voetballen krijgen. En als er dus één mogelijkheid is om nog veel te groeien in ons ledenbestand, dan zijn het wel de meisjes, omdat we daar inderdaad een achterstand hebben. En ik moet u zeggen dat we de laatste jaren daarin een enorme vooruitgang gemaakt hebben. We hebben nog een achterstand, hè, als ik zie ten opzichte staan van Duitsland, Nederland, Scandinavische landen. Maar we lopen in, maar dat gaat de goede weg uit. Twee, waar dat wij als bond ook enorm hebben op ingezet, is onze Red Flames. Nieuwe naam. En daar was in feite de doelstelling en het objectief van ooit te kunnen deelnemen aan een groot toernooi. Het is gelukt, hè? Want we staan deze zomer op het Europees kampioenschap in Nederland. Dus dat is prachtig. Het derde objectief, daar moet ik zeggen dat we nog meer werk hebben. Want ik zou graag het niveau van het eerste klasse voetbal vrouwen zien naar omhoog gaan. Dat is gelukt zolang dat we dus de Benelink hadden. Dat is voor het Belgisch damesvoetbal zeer goed geweest. Maar sinds dat gestopt is, dan hebben we toch niet dezelfde evolutie gehad. En we zijn daar bezig met de Pro League. Om toch hun te overhalen en te proberen te overhalen dat profclubs dus ook een damesafdeling op een hoog niveau onder zich houden. Hè. Bij sommige clubs gaat dat, bij anderen is dat moeilijker. Dat is één. En twee, proberen we via FIFA en UEFA toch subsidies rond te krijgen om het een en het ander te financieren. Dus damesvoetbal is voor de Koninklijke Belgische Voetbalbond wel belangrijk, ja. Het verschil is wel groot, hè, tussen dames en heren, want ja, een eerste klasse dame die studeert nog, die moet werken en die moet ook 4-5 keer in de week trainen en voetballen. Ik heb daar dus ongelooflijk bewondering voor die meisjes, wat dat die doen voor hun sport. En dat is nog zeer authentiek, hè, want inderdaad welke inspanningen dat die moeten leveren om op dat niveau te komen. Een voltijds ofwel dagtaak in het werk ofwel studeren zij nog. En het zijn, daar zijn toch wel studies bij om chapeau te doen. Hè. Ik hoor dokter, rechten of wat dan ook. En langs een andere kant dus in principe ja, toch wel professioneel trainen. Dat is enorm. Dus daar buiten blijft niks vrije tijd over. Dus chapeau dat zij dat zo doen. En dat verschil is te groot. Daar is iedereen van overtuigd. De moeilijkheid is om het dichter bij elkaar te brengen en dat zal ook moeilijk zijn. Omdat we ja, natuurlijk het komt niet op dezelfde manier op tv. Dus we proberen, daarvoor heb ik het straks gezegd, dat we proberen met bepaalde subsidies daar iets aan te doen en wat bij te passen. We hebben nu ook voor het Europees kampioenschap bijvoorbeeld krijgen ze ook een bepaalde vergoeding van de voetbalbond om het een en het ander te compenseren. Ik weet dat dat allemaal te weinig is, maar wat dat is, is het. En dat is wel een reëel probleem, dat is juist.